Dag mensen van Enschede en omstreken. Het is een nieuwe dag, een nieuwe week, een nieuw bord, een nieuw woord van de week. Deze week hebben we eerdanig. Dat kan 3 dingen betekenen. Namelijk streberig, schijnheilig of verstandig. Ik weet het niet, cameravrouw weet het niet, dus we gaan het vragen in Roombeek. U bent lekker aan de wandel, geloof ik. Mag ik u even storen? Streberig, schijnheilig of verstandig? Oh, sorry. Niet? Nee. Snap ik, is ook een moeilijke vraag. Streberig, dacht ik. Okay, maar is dat een meer gevoelsdingetje? Of? Gevoelsdingetje voor mij, eer. Eer, ja? Ja, streberig. Maar streberig betekent... Oh, sorry. Oh, trap ik zo die hond omver. Kent u het woord eerdanig? Schijnheilig. Oké, waarom? Neem me mee in die gedachte. Ik weet niet. Dan kies ik schijnheilig. Maar waarom dan? Ja, ik moet in kiezen, zeg je. Schijnheilig. Ik denk daar verstandig. Nee. Oké, nee? Nee. Nee, voor mij betreft kunnen ze alle 3. Maar welke, oké, als u moet kiezen. A, B of C? B. B? Nou, gaan we voor B. Maar is het dan, maar waarom gaat u dan voor B en niet voor A of C? Ja, daar kan ik je geen antwoord op geven. Nee, leg eens uit. Moet ik het uitleggen? Waarom u dat gokt? Ik denk... Ja? Ja, dat het toch te maken heeft met eer. Is dat een hint? Ja, daar ben je verstandig. Denkt u dat u een beetje een eerdanig persoon bent? Ik niet. Als ik wist wat het betekende, dan zou ik zeggen ja of nee. Ik kan nog niet zeggen van ja of nee. Je zou zeggen eer is... Ik denk streberig. Oké, waarom? Danig, ja, streberig, ja. Ik dacht streberig, ja. Eervol, streben, wat denk jij? Oké, ik hoor iets, links van mij, dus daar gaan we even naartoe huppelen. U denkt wat anders? Ik denk schijnheilig. Ja, ik probeer combi's te maken. Oké. Okay. Nou, 2 verschillende antwoorden. Mag ik hem even aaien? Ja, ja. Even sorry zeggen. Goed. Dat had je niet verwacht. Nee. Doeg. Nou, de meningen waren redelijk verdeeld. Mensen twijfelden toch een beetje tussen A en B. Maar het antwoord is streberig. Tot volgende week.